Nederland heeft geen stikstofprobleem. Dat vindt 66% van de boeren en tuinders. Wel vindt 3/4 van hen dat de agrarische sector moet verduurzamen. Blijkt uit onderzoek dat Nieuwe Oogst hield onder 1400 boeren en tuinders. De helft van de ondervraagden vindt dat verduurzaming door de markt moet worden betaald, maar toch verwacht 3/4 dat consumenten niet meer willen betalen voor duurzame producten. Zeker weten dat die duurzame investeringen terug te verdienen zijn, zou helpen. Maar nu zien de boeren en tuinders de extra maatregelen als kostenpost, blijkt uit het onderzoek. 22% overweegt de stap naar natuurinclusief. En daarna volgt met 16% het omschakelen tot gespecialiseerd productiebedrijf. Extensivering door 14%, 13% overweegt schaalvergroting, 12% het omschakelen naar biologisch, 9% denkt aan intensivering en 8% overweegt een compleet nieuwe dienst. Van de 1400 boeren en tuinders die enquête invulden, vindt 66% dus dat er helemaal geen stikstofprobleem is. De meesten noemen het een juridisch, gecreëerd of papieren probleem. Maar veel ondervraagden zijn wel overtuigd van de rol die land- en tuinbouw kunnen spelen bij de oplossing van natuur- en klimaatproblemen. 3/4 van de ondervraagden vindt dan ook dat de sector moet verduurzamen in de toekomst. En ze willen wel, als het maar loont.